Het Diakonessenhuis heeft vanmorgen 2 donaties ontvangen ten behoeve van de afdeling endoscopie. Het gaat om een gastroscoop of flexibele slang met een camera en een uitslaapruimte. Endoscopie betekent letterlijk binnenin kijken. Het is een onderzoek van het inwendige van de mens. De donatie is gedaan door de Kirpalani Stichting en Ramada Hotel. Volgens verpleegkundig directeur Rut Mangro zal de uitslaapruimte gebruikt worden om de patiënt voor te bereiden op een ingreep en als er daarna behoefte bestaat om uit te slapen en bij te komen van de ingreep. Kenneth Cross, vertegenwoordiger van de Kirpalani Stichting, geeft aan dat het niet moeilijk was het besluit te nemen de uitslaapruimte en gastroscoop te doneren. Dus dankzij Kirpalani en Ramada kunnen wij vandaag zeggen dat wij een goede uitslaapruimte waar onze patiënten goed gefaciliteerd zouden kunnen worden wanneer dat nodig is, met een lekkere schuifdeur. En heel vooral dankbaar zijn we voor de scope waarmee we inderdaad het onderzoek moeten gaan doen. We willen dus vanuit deze plaats willen wij onze dank uitbrengen aan de donateurs. We zijn heel erg bij de specialisten, maar ook wij als ziekenhuizen, medewerkers willen het belonen. Namens ons allen willen wij de dank uitbrengen aan Kirpalani en Al Ramada voor deze bijzondere gesten. Wetende hoe belangrijk datgene is waarvoor deze ruimte gebruikt zou worden en waarvoor de gastroscoop gebruikt zou worden. Dus we hebben er niet lang over hoeven na te denken. Het enige wat nodig was is nagaan hoeveel hebben wij in ons in kas, om het zo te zeggen. In ons, hoeveel bedraagt het in totaal? De Kirpalani Stichting heeft in principe al een soort relatie opgebouwd met het Diakonessenhuis intussen. Eerder hebben we ook meegeholpen om de verkoeverkamer op de, hoe noemen ze dat weer, de VK, hè? De verloskamer, om dat in orde te maken. En ook andere projecten hebben we, wat kleinere projecten, ook dat van de borstvoedingsdoekjes, hebben wij met heel veel genoegen gedoneerd. Volgens internist Faik Lalmohamed is het belangrijk dat elke medische specialist over goede apparatuur beschikt om het werk naar behoren te kunnen doen. Lalmohamed legt het belang uit van de gastroscoop en de uitslaapruimte. Wat wij met dit apparaat kunnen doen, de gastroscoop is in het inwendige van het menselijk lichaam kijken en met name in de slokdarm, de maag en de dunne darm. En zoals u weet hebben heel veel Surinamers bovenbuikklachten, stress wordt geroepen, zuur dat omhoog komt. Nou, of dat met de situatie in het land te maken heeft, dat weet ik niet. Maar goed, in elk geval, het is wel vaak nuttig om als er aanhoudende klachten zijn of alarmtekens zijn, om in het inwendige van het spijsverteringskanaal te kunnen kijken. En daarbij onderscheiden we een bovenste gedeelte, de slokdarm, maag en dunne darm, en een onderste gedeelte, de dikke darm. Met die scope die straks gedemonstreerd zal worden, hebben we de beschikking over een geavanceerd apparaat waarmee we op een camera het inwendige van het bovenste deel van het spijsverteringskanaal kunnen zien. De waarde van die scope die is bijna $30.000. Dus u kunt zich voorstellen dat we erg blij zijn dat in deze economische crisis dat er nog bedrijven zijn die de gezondheidszorg een warm hart toedragen. Faik Lalmohamed, internist van het Diakonessenhuis. Hij sprak vanmorgen over het belang van de gastroscoop en de uitslaapkamer die gedoneerd zijn door de Kirpalani Stichting en Ramada Hotel. De ingebruikname van de donaties vond plaats op de endoscopieafdeling van het Diakonessenhuis.